Dit programma werd mij mogelijk maken door Bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranje Wouds, Rabobank en Haema Hielkema. Goeien en welkom vanuit de Sonnemar. Welkom vanuit Jennewoord. Voor alweer de derde wedstrijd van het SKS Kampioenschap 2024. Nou, het wedstrijdverslag van Andor Faber. Het is altijd een mooi gezicht als de fietjenskoetsjes het wetten van de Sonnemar opsleept worden. De wedstrijd bij Jennewoord in de Orde Venen is een plak. Dat Sybren van ter Wischa graag goed presteren wil. Ontnota is het nog net zien kampioenschap met 2 keer 14 punten. Het scootje erin zeker wel. En de manning doet het ik hartstikke best. Ik bedoel, we zijn uiteindelijk voor 2 jaar beter. En vader hier hebben we eigenlijk heel vrij zielig en nooit een hele lastige situatie gehad. En nu krijgen we die deksel in 2 keer op je nos. Maar we beginnen gewoon weer voor. En het team wil er ik zeker voor gaan. Dus we maken gewoon weer een nieuwe start hier. Dit is de baan die er toch de wedstrijdcommissie inlijn is. Als Sil Joert in de praktijk blikken dat er hier en daar nog wel wat verroert. Het had te krijgen, maar de wind die zou uit en toch een beetje on het skiftje is. De sleep staat dan op het wetter van de Orde Venen in de Orde Venen. En wat een machtig gezicht. De bemanning wit, ze kinnen weer om de bak. Want ze matten zwaar je dat die zeilen aasen als een gek omheeg hezen worden. Daar is het startskot en dan is dit het scootje van Ljouwert. Dat had de beste startpositie, want het leidt Faroon. Dat had de lotting Orne Vreed in Grauw uitwiest. De Ljouwer startpositie nummer 2. Wielst Huzem mijn startpositie 3 voor het dadelijks voor een horen koers kiest. Waar staat de goed? Nou, het scootje van Langwar lei op startpositie nummer 4, maar gaat hier voorbij aan de Jouwer. Harmen Brouwer dus van 4 naar 2. De Jouwer op 3 en Huzem vliest een plak en leidt 4e. De scootjes gaan dan de Volkertsleert in en Huzem is dan verdwoen. Grauw vanuit startplak nummer 6 is nou de nummer 4. Wilst dit de F-terrein van het veld is, maar links het Jereveen. Juster nog woenze op een veenhoop, alleen nog nou hinze staat plak 14. En dat is een ontankbare positie. Farien Ljouwert het als eerste om een tonnen, Langwaar als tweede en de Jouwer als derde. En wilst de scootjes dan de Volkertsleert weer uitgaan, mat de rjochterrein van de wedstrijd nog om de tonnen hinnen. Al had net elke nien der eeg voor. Een prachtig gezicht, de scootjes, op wij, op de Sonnemar, naar de lange sleert. Mijn Harmen Brouwer die dus goed uiteindzet is en 2 plakken woen had bij de stad. Maar kan hij dat verst houden? Of kan hij zelfs omvallen op het scootje van Ljouwert en skipper Willem Zwaga? Er is al onder winter een hoop investeren in het Ljouwerte scootjes en Joert Lieke tot hem u te betellen. Ontnota al teerst, want de wedstrijd is van zelfs nog net dien. Ljouwert op Ian Lang waar nog altijd op 2. En daarachter striert tussen Grauw en de Jouwer. Hier, de geek van de hele mannen. De meesten op het boord moeten even bukken. Zat dichtbij komen die scootjes. Rinus de Jong dan, met een onvalslag op Langwar. En op Harmen Brouwer. Geert dat goed? Nou ja, is het antwoord gelukkig. Maar pakt het goed uit voor Rinus de Jong. Of behoort Langwar het 2e plak. Dat laatste is het geval. Ljouwert onder in beeld, Langwaar links en de Jouwer in de midden van de Sonnemar. Wie was er bij Ljouwert? Controle lieken te wijzen. Wat bad hier dan? Langwaar liek het stil te lissen, liek het te blabberen. Er is net een soort wien. En dat kost het Harmen Brouwer het 2e plak in de wedstrijd. Rinus de Jong giet hem voorbij, maar daarachter komt er Grauw met Douwe Visser drone. Ja. Ek die hebben meer tempo en dus verliest Harmen Brouwer nog een plak. Hier is het verschil mooi te zien. Rjochs Ljouwert op het 2e plak. De Jouwer met Disserines de Jong.
die tot nota een prima wedstrijd zielt. Oeral thuis, dus ook op het wetter van de Orde Venen. Dan gaan de scootjes voor de eerste keer de Oelekriet in. Dat is een heel smal wedstrijdwetter. En dan wollen je net te dicht bij elkaar komen. De Jouwer en Grauw, die lissen je net zo vier bieren waar wij. Git dat goed, git dat goed. Nou, dat liek het alweer prima oplost te wezen. Dat zullen we als je de Oelekriet uitkomen bij Hotel Prinsenhof. Grauw besiek het dan een onvalslagje, maar de Jouwer had meer snelheid en bleef op het tweede plak. Jouw het nog altijd op Ian, maar we zoeken dan Huzemon komen. Als een duveltje uit een dwaske is daar in Ian Johannes Meter. Die had de gong te pakken en sielt hem je de topdraaien van de wedstrijd in. Maar waar komt het scootje van Huzemut, dat hier oer de midden van de zone maakt je het? Even letten krijgen we het antwoord. Plak 2. En dus docht Huzem goeie zaken. Nog wol Eftel Jouwert en voor de Jouwer en Grauw. Waarom in de Oelekrieten? Het is een prachtig gezicht hoe de scootjes hier in dat smelle wetter de trog hinnen komen. Huzem nog altijd op 2 en de Jouwer op het tredde plak. Wielst, hooligans, hooligans, scootje hooligans, die het thuisfavoriet Jenne Woord ommoedig je. Sybren van der Wisch gaat in het broeken, want ik Joert had er weer net een topdij. Die topdij had Willem Zwagerwol, want hij gaat op wij naar de finish. Omdat het Leoute scootje de eerste startpositie had, mat ze in de lange sleert het vierste zielen om te finishen. Maar ze hebben genoeg voorsprong. En uiteindelijk komt die oefening net in gevaar. Willem Zwager wint voor het eerst dit kampioenschap een wedstrijd met het scootje van Leoute. Een goede slag wordt de DNA nog maken terug Grauw dat twadde wordt. En op het derde plak eindigt het Huzem. Nou ja, het is wel speciaal natuurlijk, maar ik bedoel, dat is, dan al je rond te heen is het heel makkelijk zien. En de rest met al je prutsen en om elkaar tinken en dat hoe wij net. Nou ja, nou lekker op dromme wetter. Voor mij gingen we maar 6,4 punten naar dromme wetter, dus dat heb ik wel eens minder hoor. Dus zien we dan weer eens. Een prachtige winnaar, dat is Leoute. Ja, vind ik wel. En waar hield het al ik alweer een beetje voor zijn? Ja, eigenlijk koers dat ik wel verzissen. Hij mocht als eerste starten. Hij hier oeral de vrije win. Natuurlijk had er onderwijs Wall Street hand. Want ja, 2 en 3 binnen hem zelfs even naast hem geweest. Hij moest verdedigen. Maar toen er echt een keer vrij voort weer. Ja, maar hij zei zelf, het is ik zenuwslopend. Ja, maar waarom is het dan zenuwslopend? Want je kan vrije zielen zoen in je zezen. Het is toch ideaal, hij is het mooiste plakje. Hij hoeft maar één foutje te maken, één dikke vlaag van de voorkant. Chinnekop en die oren die kriet hem mooi in het zeil. Dan is nummer 12 in de samen weer bij. Dus pas toen er echt vrij weer, toen kon er mooi vooruit zielen. En zeg er ik net meer zo angstig achterom van wij bloeien nummer 12 en draaien. Maar in het begin zei ik hem achterom, Scheer. We hebben de uitslag nog net heel dol helder. Want ja, je moet er dus finishen op noemen. Dus dat maakt het alweer wat onoverzichtelijk. We weten in elk geval dat Leoute dus de beste wie Joert in deze tweede wedstrijd op bij Jenne Woord. Vak Grauw, Huzem van Johannes Meter. Ik knap trouwens, hè, Huzem. Hartstikke geweldig. Jongen, hoe Johannes Jere, oer de zone maar. Hij kreeg eigenlijk een vlaag in dat zeil en hij stuurde hem omheen. En hij skert zat. Ik denk, 3 of 4 skippen voorbij. Ja, werkelijk. Ja, dat zijn mooie acties. Dan komt Langwaard, de Jouwer, Akkerum Snits, dat we het nou hebben. Maar ja, het is wel een beetje mijn slag om mijn eer. Snits, Lemmer, dan Jenne Woord. Jenne Woord, dat ik nou heb op het jochende plak. Ja, hij woe hem graag revancheren, Sybre van Ter Wischa. Had er dat niet? Nog net echt. Nee, nog net echt. Er moet gewoon harde wind komen en vrij wetter. En dan zul je een woord wel weer even een keer wat zien litten. Aangeveld Veldboom, voor Intimie Aangeveld Beam. Maar ik denk dankzij ze. Ik vond het super leuk dat ze er weer is. Nog even een schotje voor de boeg van morgen. Dan starten we trouwens letter. Hè? Net 2 uur of 10 minuten nu 2, maar 1 uur draaien. Ja, momentje omdat er hutsildij is op. Snitsemar, vanwege de Sneekweek. Dus beginnen wij ek wat letter. Wij beginnen dus 1 kwartier vart treien maar uitzending. En dan is de start dus 10 minuten oer treien. Dank, eigenlijk vond het bijzonder leuk dat er weer is. Even een schotje voor de boeg, waar wint hem morgen? Wat zei Arjen de Farmer? Ik denk dat morgen, nou zeker eens een gokje dwaan. Snits op eigen thuiswetter. Natuurlijk, waarom ik net? Ja,
Waarom ik net? Snits op eigen thuiswetter. Wij zijn trouwens morgen in Xees gekregen op de televisie te zien om kwartier van te rijden. Dat is net op de televisie het alles te krijgen mooi. De Freule, de jongenskeertser, de keertserij die te verkeerd wordt in Wommels. Wij zijn dus te zien en te volgen, alles is te volgen op de livestream van Omroep Friesland. www.omroepfriesland.nl. Ons Safir, deze tredde wedstrijd bij het SKS Scootsersielen van Jengenwoord. Morgen dan ben we dus in Terhenne, live te zien op de livestream. Om dan. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door Bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema.